zoals jullie kunnen zien, ze hebben al aardig wat op voorraad hier. Niet heel veel. Maar ik dacht dus dat ze dit jaar geen knetterlinten melden. Maar die heb je dus wel. Zullen we er gewoon nog een pakje bij doen? Hoppa, dat kan. Grondbloemen hadden we al, hè? Ja. Dit pakketje. Volgens mij hebben ze die vorig jaar ook. Een beter pakket? Nee. Dat... Ja, deze moet je niet halen. Dat is een halve meter. Die zijn 7 euro. En niet echt de moeite waard. Maar deze... Stelt echt niks voor. Oh, die hebben we al. Dan kan je inderdaad beter voor deze gaan. Volgens mij stelde dat ook niet heel veel voor. Deze wel. Ja? Want de fonteinen waren bij de Big Bazaar juist goed. Ja, ik weet nog van vorig jaar dat de politie kwam toen ze afstaken. Ja. Met die zijliggies. Ja. Nou, klein schoppie, jongens. Vermies natuurlijk. Ja, man, swag. Maar niet, ze hebben dus niet zo heel veel bijzonders op dit moment. En ik moet je zeggen, we waren dus op mijn weg om te gaan sporten, ik en Jordi. Komen we hier langs, dachten we, weet je wat, fuck it, we gaan gewoon even naar de Big Bazaar. De schappie is gek. Hé, hey, maar ze hadden geen nieuwe dingen dit jaar. Nee, dat komt volgens mij. Man. Binnenkort heb ik dat. Oh wel. Genomen. Ze krijgen nieuwe dingen, maar het is nu nog niet aanwezig dus. Gooi ze erin. Leuk voor erbij. Hebben wij deze al gehad? Nee, toch? Ja, wel vorig jaar, man. Echt? Ja, die waren niet zo heel goed, maar laten we ze maar wel doen. Ja, joh. Pakje van deze zijn wel heel goed trouwens. Ja. Is dat zo? Ja, dat zijn die hele hoge fonteinen, man. Hé, hey, wat was dit ook weer? Een fluit of zo? Traffic lights. Ik weet niet meer precies wat het was. Ja, komen we lichtballetjes uit, joh. Ja, neem er maar eentje mee. Nee, geen balletjes. Eentje? Ja, joh. Ja, ja, daar is die. Zo blij als een kind. We hebben dus een tasje gescoord. Kijk maar. Big Bazaar. We gaan nu onderweg naar een locatie. Weet jij een locatie in de buurt? Dat is wel donker. Even naar een pleintje zo, denk ik. Ja, man. Gewoon even richting een teltje of zo. Oh, ik weet, man. Bij het station hier. Oh, ja. Dus, we hadden een pakje crackling shots. Een pakje fonteinen. Een pakje knetterlinten. Nog een pakje knetterlinten. En nog eentje. En om het af te leren hebben we ook een pakje Star Fountains. Ook vorig jaar bij Stoken In veel gehad. Je gooit wel alles... Ja, echt op zijn kop gewoon. Jezus. Ja, deze kunnen we laten ronddraaien, de ding. Ja. Dat is ook mooi voor straks. Met het casino. Hier, grondbloemen. Grondbloemetjes. Leggen we ook even neer. In het geschut. Wordt bezig, wordt bezig. Ja, toch. Star Fountain. En knetterlinten. Oh, we hebben nog een pakje. Moet je kijken. Traffic lights. En die gaan we zo even hier afvuren. Oh, dit is wel een kat hier, man. Precies hier, kijk. Ja, die is zo weg, hoor. Hij is fan. Ja. Kat 1. Kat. Kat 1. Sst. Sst. Alle drie tegelijk. Wat een strijder. Happy New Year, man. Kijk, die kat gewoon chillen hier zo. Dat is wel een strijder, man. Hij blijft gewoon staan. Dat is wel een strijder, die kat. Hey, wat nou, dieren zijn bang voor vuurwerk, gek? Nee, wat lijkt allemaal niet. Nou, die piekeloos ben je gewend, hè? Ja, ik wil hem eigenlijk vasthouden, maar ik denk, laat ik dat maar niet doen. Nou, dat gaat hier niet zijn. Volgende. Geen idee wat het is. Volgens mij waren deze echt heel slecht. Ja, crashing shots. Die waren inderdaad niet zo goed, man. Ik weet het echt niet. Gewoon echt twee tegelijk ook zo. Hey, dit waren die knetters, weet je nog? Ja, die zijn ook best goed, hoor. Ja, jij bent niks gewend meer, man. Volgende. Even kijken. Nou, op zich niet slecht. Zo. Het is nog zomer eigenlijk, hè? Wij lopen hier al kat 1 te stoken. Ja, doe maar even een paar grondbloemetjes, man, voordat het arrestatieteam komt. Arrestatieteam wil. Lekker, man. Jij maakt er gelijk een hele stooksessie van, gek. Ja, je wilt het zien. Zo.
uit. En er moet er echt nog hoeren veel in zitten. 72, hè? Ja, heel pakkie. Ja, we gaan het extra maken. Dus als u de cameraman even wil meehelpen. De cameraman. Ze moet mij ook tijd. Het is dus ongelofelijk dat we gewoon onderweg waren om te sporten. Ik en Jordi. En toen dachten we, weet je wat, fuck it. We gaan gewoon voor de gein even kijken bij de Big Bazaar. Heel die schappen vol. Ja, zet maar aan. Grombloemen. Dief er gewoon eentje in. Een nieuw pakje? Of een andere verpakking? Af vanzelf al aan. Hoop ik. Grombloemen met... Fantastisch. Heb je goed gedaan, man. Maar zondag, stookvideo Tsjechië. Speciaal voor jullie. Wind staat wel hierheen, hè? Even een pakje knetterlint er dan voor de gein. Ben jij allemaal knet aan je hoofd of zo? Ja, heel pakkie? Yes. Happy New Year, man. Ik dacht even dat ik doof was, maar... Ja, die zijn harder, man, dit jaar, die knetterlinten. Nee, op top. Welke waren nou ziek dan, hè? Deze? Deze vond ik nog best lauw, eigenlijk. Zeg wel, deze zijn goed, hoor. Deze doen een beetje denken aan de... Nieuwe Thunder Kings. Nee, hoe heette die van de Aldi? Crackling Shot, volgens mij. Piccolo, man. Nee, Crackling Shot. Ja, Crackling Shot. Daar lijkt deze. Dat blijft er lekker bij staan, jongen. Echt gehoorschade, jongen. Dingen zijn echt hard, man. Ja, wel zieke dingen op zich. Ik tel er niet heel veel voor, maar hier, hey. Ja, wat moet ik ermee dan? Ja, gewoon aansteken. Ja, ik ga aansteken. Oh, daar heb jij hem. Lachen. Echt lachen dit. Vindt hij leuk, hè? Vuur bij de kabber. Ja, echt nice, man. Tuurlijk. Oh, yeah. Die bijt om, hoor. Oh, die heb je. Ja, die krijgt een jongen. Ik weet niet hoe je dat doet, maar... Star Fountains. Kijk eens, jongens. Ik zie het, je krijgt niet open. Pak Star Fountains, die hadden we net ook al getest trouwens. Wat, of hebben die nog niet getest, Star Fountains? Ik heb geen idee. Hier zo. Welke? Oh, Star Fountain. Jawel, hebben we net gedaan, man. Oh, joh! Oh, joh! Nee! Kom. Nee! Twijfel! Nee! Gooi nu de poort. Wat? Daar ging niet meer, man. Deze stelt niet zo goed voor. Nee, klopt. Deze is niet. Ja, dan gaat hij de fik. Dat is zonde. Ja, hij gaat toch wel een keertje. Hij gaat toch leg hem er tegenaan, man. Piccolo. Zo. Ja, dat was wel lauw. Die ging snel. Wel van lauw. Oh, kut. Daar gaat niet af, man. Hé, hey, ja, we hebben die fonteinen nog. Ja, je hebt deze ook nog. Tuurlijk. Huh? Oh, deze piot. Kan je nog herinneren wat ik hiermee vroeg? Oei. Ja, maar hij, ja. Hey, maar bij stoken in had hij een keer een piccolo in zijn hand, weet je nog? Nee, dat waren van die flitspaaltjes. Oh ja, flitspaaltjes. Al die leven is gevaarlijk, man. Ja. Weet je nog, ik had een heel pakje, man. En ik boom. Ja, jongens. De fonteinen. En ik zeg je heel eerlijk. Deze fonteinen zijn best goed bij de Big Bazaar. Want, ja, we hadden ze altijd bij dinges, hè? Bij stoken in. Overdag, waarin. Ja. Let's go. Altijd lachen die dingen, joh.
Die rook weer hierheen. Steek maar aan, het is een spaarpot, kijk. Zo, fel. Sta je dan niet goed gedrag? Oh. Nee, kijk, blijf ze kijken. Pik een pijp. Zo, dat staat op beeld hoor. Wauw. Ja, dit is een mooi, dit is een mooi showtje. Eerlijk, de Zenotrofie is er niks bij, gek. Zo. Zoals ik net eigenlijk al zei, we waren onderweg. We waren dus onderweg naar het sporten. Ja, dan gaat hier een gek microfoon langs. Maar we waren dus onderweg naar het sporten. En toen reden we langs de Big Bazaar. Toen dachten we, weet je wat, we checken gewoon even. Hij loopt de winkel in. Hij zegt, schap hier vol, gek. Dus we liepen naar binnen, gelijk even ingeslagen. En dat is mooi, want dat betekent dus dat in al jullie vestigingen waarschijnlijk ook alles al ligt. Niet heel erg bijzonder vuurwerk of zo, maar ja, op zich wel lachen toch. En ook mooi dat de winkels nu weer beginnen met verkoop. En ik zie jullie zondag weer overmorgen bij een nieuwe video. Token in Tsjechië. Later.